Welkom in Duitsland. Ja. Ja, lieve mensen, we gaan vandaag even evangeliseren. Wat dacht u? Een Dronten. Een Dronten? Ja, begin met een D, hè? Dronten, Brim en D. Ja, ja. Oké. Okay. We zijn wel een beetje verdwaald. Maar goed, we zitten nou in Dronten. Nou, Harry, je bent pas verdwaald als je Jezus niet kent. Nee, maar wij verdwalen niet met Jezus. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Hij is de weg, hè? De weg. Hij is de weg, de waarheid en leven. Halleluja. Ja. Glorie van God. Zo is dat. God zegen. Tot zegen. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Helemaal waar. Nou, u kent Jezus, mevrouw. Dan bent u een gezegende vrouw. Halleluja. Dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, dat we hier mogen staan, Heer. Dat uw zegen erop mag rusten, Heer. Op uw arbeiders, op uw dienstknechtjes, Heer. Dat uw bescherming op ons mag rusten, Vader God. En dat bidden we in Jezus Christus, Heilige Naam. Halleluja. Amen. Weet je wat dat betekent, THL? Nee, de Heere leeft. Ja, de Heere leeft. Goedemorgen, mannen. Hoe is die dan? Goed. Ja? Ja, ik ken Jezus, maar ken jij hem? Ja? Heel goed. Ik sta er nog een biertje met. Ook jij komt een keer voor hem staan, jongen, en je knie gaat buigen. Knie buigen? Goedemorgen. Lijkt het bij Amerika wel. Is dat zo? Het is alleen maar bewijs dat Gods geest op je rust. Als ze je bespotten. Ja, ik vind het een eer dat ons bespotten. Amen. Alleen, ik heb medelijden met die mensen. Ja. Maar ze weten niet wat ze zeggen. Ja. Klopt. Goedemorgen, mevrouw. Betekent dit iets voor u? Ja. Ja? Ja. Is Jezus uw heiland, uw verlosser? Ja. Bijbel, absolute waarheid? Dat is het. Dat weet u niet helemaal. Nee, ben ook geen kerk van. Ik ook niet. Ik kom alleen in de kerk als ik een mooi koor zie. Maar ik ben ervarend opgegroeid. Ja. En ik heb geen dominee nodig. Mijn relatie tussen, dat is iets tussen God en mij. Amen. En daar draait het om. Uw persoonlijke relatie. Ja, toch? Dan ben u een gezegende vrouw. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Nou, succes met alles. Dank u wel, mevrouw. Betekent dit iets voor je? Ja, maar iets negatiefs. Ah, dat vind ik spijtig om te horen. Ja, valt er mee hoor. Ik ben blij dat ik het kan voelen dat het gevoel is. Maar gaat het om gevoel, denk jij? Ja. Dus als we naar ons gevoel luisteren, dat is leidend. Ik denk dat het heel belangrijk is, ja. Heb je wel eens onderzoek gedaan naar dit onderwerp? Zeker, ja, absoluut. Bijbel bestudeerd? Ja. Oké, okay. En? Ja, op een gegeven moment krijg je andere conclusies in je leven. En dat is gelukt. Maar dan heb jij geen ziel? Nee. Oké, okay. Maar ieder mens bestaat uit ziel, geest en lichaam. Nee, maar het feit dat jij het niet gelooft, wil niet zeggen dat het de waarheid is. Goeiedag. Ja, dat snap ik. Dat waarin wij andersom is het ook zo natuurlijk. Wat? Als jij het gelooft dat het niet de waarheid is. Ik heb de absolute waarheid bij me, Jezus Christus. Daar ben ik van overtuigd. Dat is wel heel mooi. Dat is wel fijn om daarin te geloven. En ik geloof ergens anders in. Ja. Maar ik had één geloof in het God. En die meneer zei tijd God met je geheel vermenigvuldigd. Sinds die tijd ben ik heel druk. Ja, dat is haar geloof. Ja, ik ga heel vermenigvuldigd. Nou, ga op zoek alsjeblieft. Ja, nee. Want jouw ziel heeft eeuwigheidswaarde. Ja. En daar draait het om. Ja. Ik sta hier ook niet voor een kerk, hè. Ik sta niet voor een kerk, Nee, dat weet ik. Dat is het mooiste, dat het inderdaad niet zo is. Jezus God is 11 jaar geleden in mijn leven gekomen. En dat geldt voor Harry ook na een bewogen leven. En we hebben geleerd dat het gaat om een relatie met die levende God. Ja. En niet om religie. Nee, nou, ik ben blij dat je al zo ver bent. Dat is al een hele stap. Maar ik hoop dat jij ook zo ver komt. Ja. Want de dag komt dat jij voor hem komt te staan. Ja,
ik ben blij dat je dat voor me bent. Ja, serieus? Ja, nou, fijn. Mag ik kort de zegen over je uitspreken? Nee, absoluut niet. Niet? Nee, dankjewel. Maar dat je dit me wenst, dat vind ik genoeg. En dank je voor. Oké. Okay. Succes. Dankjewel voor je tijd. Goeiedag meneer. Heb je niks mee, dat kan gebeuren, ja. Als jullie de zoon hebben, leven. Als jullie de zoon hebben, geen leven. Ik heb nog geen zoon. Als voor ons in het kruis gaat, voor onze zonde. We hebben allemaal gezorgd, we hebben Jezus nodig. En we hebben nog een keer nodig. Maar waar geloof je in dan? Ik geloof in Jezus. Ja, je moet niet op de spotten, want dat ga je Jezus doen. Nee, ik ben niet aan het spotten. Ik kom een dag, dan gaat de knie buigen worden. Hey, maar is er een van jullie die gelooft in een God, of niet? Nee, moet je tegen mij geen sorry zeggen. Ik vind het erg voor jullie. Oké, maar dat is niet bijbels wat jij hebt gedaan, hè? Niet bijbels? Nee. Ja, communie heb ik voor jullie ook nog gedaan. Ik kan het niet kennen. Weet je, 11 jaar geleden... Van de protestantse kerk, maar... Oké. Okay. Het gaat niet om de kerk. Nee. Het gaat om dat je Jezus als je redder hebt. Dat je geloof hebt. Ja. Niet volgens aan de kruiskracht van de zonde. Alle mensen verzonnen. Er is niet één die niet verzonnen. Niet één is rechtvaardig. Niet één. Onze hart is uitlicht. We zijn van nature... Zijn we zonde. Er ligt een vloek op deze aarde. Maar jij gaat naar een kerk? Ja. Nee, ik ging naar de kerk. Je ging naar de kerk? Oké. Maar een kerk heb je niet nodig? Nee. Ik houd niet naar een kerk. Daarom ga ik er niet heen. Daarom heb je Jezus nodig. Nou, ik ga nu ook even zonder hem. Maar misschien vindt het me... Als je nou morgen een keer je hoofd neerlegt dat je niet meer bent. Wat is de vriend? Dan ga je in één keer terug op de levenskop. Oké. Okay. Ja, en dan zegt God tegen jou, wat heb je met mijn zoon gedaan die voor jou kruis gekozen? Wat heb ik ermee gedaan? Ja, maar niks nog. Maar dan wel. Nou, dat moet mensen ook één laten sterven dan een oordeel. Dat zegt dat ook duidelijk. Als ik morgen doe, ik heb er niet in geloof, dan... Dan heb je een vet probleem. Dat is een vet probleem. Nou, dat is niet een probleem. Ja, echt wel? Een probleem. Echt wel. Weet je, jullie hebben allemaal een ziel. Die hebben eeuwigheidswaarde. Je bestaat uit geest, ziel en lichaam. En dan kun je denken, van dat is onzin. Maakt mij niet uit, maar het is één waarheid. En ieder zijn eigen waarheid bestaat niet. Omdat het God woord is. Wilt u gewoon neem stikken? Wat zegt u? Wilt u gewoon neem stikken? Een man, God. Nee, dank je. Oké, okay. Nou helaas. Wil jij opgenomen worden? Nou, hoeft niet per se hoor. Oké, moet je vooral zo blijven staan praten, want ik neem je op. Oh, oké, okay, nou dan ga ik weg. Nou, fijne dag. Nou, alsjeblieft. Wat zeg je? Op sales the price is er. Nee hoor. Nee. Ik weet het niet. Jullie ook mannen. Ken je Jezus? Nee. Hij wil jou wel kennen. Hij kent jou ook. Ja, dat denk ik wel, ja. Hallo. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Betekent dit iets voor jou? Kom tot mij allen die vermoed en belast zijn. Ja. Ik zal u rust geven. Wie heeft dat gezegd? Matthäus. Nee, dat is de schrijver van het boek. Oh. Het was Jezus Christus. Oh. Ken je Jezus? Ja, tuurlijk. Ja. Zo. En geloof je er ook in? Nee, ik niet. Nee. Sorry. Maar mijn vader die studeert theologie. Ja. Dus ik weet er wel het een en ander van inderdaad. Oké. Okay. Nou, dan mag je van mij aannemen, het gaat niet om theologie, het gaat niet om een kerk, het gaat om of jij een relatie hebt met die levende God en erkent dat Jezus Christus voor jou aan de kruis is gegaan. En gaat leren zijn liefde te beantwoorden. Daar draait het om, dat is de behoudenis van jouw ziel. Oké. Gaat die Bijbel lezen? Ik heb hem al gelezen. Gaat helemaal? Ja. Zo? Ja. En wat vind je ervan? Voor mij betekent het niet heel veel.
Oké. Okay. En zelf ben ik atheïst. Hé, maar je bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ja, en daar geloof ik niet in. Maar het feit dat jij het niet gelooft, wil niet zeggen... Dat het er niet is. Nee, dat klopt. Daar heeft u zeker gelijk in. En daar wil ik je eigenlijk voorzichtig voor waarschuwen. Oké. Weet je, dat je echt wel gedegen onderzoek, want we hebben het wel over de ziel van jou, hè, die eeuwigheidswaarde. Maar het feit dat u er wel in gelooft, dat betekent ook niet dat het er per se is. Ja. Jawel. Weet je, op het moment dat ik mijn hart aan Jezus gaf... Dan neemt hij inwoning. Weet je, neemt hij inwoning. Weet je niet dat de tempel zei, hij geeft inwoning. En God begon al helemaal zichzelf aan mij te overtuigen. Zo, als ik vaak aan de Heer vraag, Heer, wilt u wat wil u vandaag tot mij spreken? Heb ik een bepaalde gedachte? Hier ga ik in de Bijbel kijken, ik verrek naar naartoe. Daar heb ik er net weer aan lopen denken. Maar dat is toch heel mooi voor jullie? En dat is niet één keer. Ja, maar dat gunnen we jou ook. Dat gebeurt vaak, dat is bij jou net zo. Als jij in Jezus gelooft, gaat hij zichzelf openbaren jou. Ik zeg ook vaak, hè, vraag aan Jezus, als u echt bestaat, openbaar u zelf aan mij. Ja, dat heb ik inderdaad ook heel vaak gedacht en gezegd, maar ik heb verder niet zoiets meegemaakt. Ja, maar de Bijbel zegt ook, hè. Wel, ik hoor je wel, maar je zonden staan je in de weg. Oh. He, dus het is wel belangrijk dat je je zonden beleidt. Heer, zijn zonden, maak het mij bekend en ik beleid ze aan u. God is een heilige en rechtvaardige God, hè? Hij is rechtvaardig, hij is heilig. Ja, nee, zeker. Ja. Maar ik heb er zelf niet heel veel mee. Ja. Nou, dat vind ik ernstig om te horen. Ja. Nou, ik vind dat we in Nederland, dat vind ik niet, dat heb ik gewoon, godsdienstelijke vrijheid hebben. En daarom vind ik het heel mooi dat jullie het proberen over te dragen, maar ik ben... Nee, wij proberen het niet hoor, weet je, wij praten, maar het is God die de harten aanraakt. Ik kan alleen maar spreken en die opdracht heb ik vanuit de Bijbel. That's it. Ik sta hier niet om jou te bekeren, ik sta hier helemaal niet om je naar een kerk te leiden of wat dan ook. Want de kerk heb je niet nodig. Je hebt een persoonlijke relatie met die levende God nodig. Ja. Daar draait het om. Okay. Ja? Probeer het nog eens een keertje. Ga nog eens een keer praten met hem. Ja. Ga het Nieuwe Testament eens studeren. Van Johannes tot Jacobus. Maar wat voor Bijbel heb je thuis? Wij hebben zelf de christelijke Bijbel inderdaad. Het Nieuwe en het Oude Testament. Ja. Oké. Okay. Ga het Nieuwe Testament nog een keer lezen. Johannes tot en met Jacobus. Waarom? Ja? Okay. Dankjewel voor je tijd. God zegen, jongen. Ja, u ook. Fijne dag. Ja, dankjewel. Ach, je kent hem. Wat? Je kent hem. Wat ken ik? Nou, jij vraagt godverdomme mij. Oh, ja. Je vraagt om een vloek over jezelf. Ja. Bijzonder. Gewoon negeren de mensen die aan ons zijn. Amen. Halleluja. Wat zei je? Negeren de mensen die vervelende aandacht zijn. Nee, maar er staat in de Bijbel. Er komen spotters. Het is voor ons een bevestiging van ons geloof als mensen de gek met ons steken. De Bijbel zegt in de laatste dagen zullen we valse christen zijn. Valse. Nee, dat zullen valse christen zijn, valse profeten, maar er zullen ook vele spotters zijn. Hé, maar ga hem zoeken, joh. Ga hem zoeken. Mag je dat meegeven? Of mag je dat lezen? Nieuwe Testament. Alleen als je dat gaat lezen. Maar dat kan ik niet garanderen. Waar gaat het over? Nieuwe Testament. Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament, ja. Ga het proberen. Moeite wel. Is dit het Nieuwe Testament? Ja. Ja. Okay. Ja. Maar, gooi hem niet in de prullenbak ergens alsjeblieft. Nee, dat kan ik beter terug. Nee, ik zal het kijken. Ja? God zegen, jongen. Hallo dames. Hoe is die dan? Goed? Ja, goed, want ik ken Jezus. Jij ook? Ja. Wat betekent die voor je? Veel. Een hoop? Wat? Wat zei je? Ik zei wat betekent Jezus voor je? Best wel veel. Ik kan heel veel reuzen. Halleluja. Dat is mooi. Dat vind ik mooi om te horen. Praat je wel eens met vriendinnen erover? Niet echt. Ik ben met mijn moeder. Oké. Hey, en je leest wel eens Bijbel? Ja. Toppertje. Ik ben trots op je. Nee? Ik ben trots op je. Allemaal ja. Fijne dag. God zegen. Ja.
oprichter. Hallo, mag ik jou wat vragen? Betekent dit iets voor je? Ja. Mag ik vragen wat Jezus voor jou betekent? Oh, dat vind ik mooi. Is hij jouw verlosser en je heiland? Je leest Bijbel? Je praat met hem? Ja, bidden noem ik praten. Dus waar je tegenaan loopt en gewoon de dag doornemen, dat soort dingen. Iets meer als vader zegen deze spijs samen. Nou, dat vind ik mooi. Dan ben jij een gezegende jongen. Praat je wel eens met je vrienden erover? Toppie. Toppie. Hij blijft zijn naam groot maken. Hij houdt veel van je. Uit liefde is hij voor jou aan de kruis gegaan. Ja? Wil je dat ik de zegen over je uitspreek? Nee? Oké, maar ik zeg wel God zegen tegen je. Goed? Dank je wel voor je tijd, jongen. Ja, gewoon. Ben je bekend met die hout? Ja, ik ben ook Hallo. Dat je de God de wereld schiet, was het goed, zeer goed zelfs. Alleen de mens viel in zonde. Jawel. En daardoor leven we in een gebroken wereld. En er kwam een vloek op deze aarde. God had de aarde gevloekt door de zonde van de mens. Maar God had ook een plan. Hij zond de zoon naar deze aarde. Zodat de zoon aan het kruis ging hangen. Helemaal kapot geslagen, zijn baard uitgetrokken. Helemaal vernederd. En die ging naakt. Nagaan, God zond en hier naakt aan het kruis. Voor jou, voor mij, voor hem, voor iedereen. Om te vergeven, verzonden krijgen. Ik bedoel, dat moeten we aan jou wijzen. We moeten dat zeggen, Heer, kom in ons leven. We willen je aannemen, we redden, verlossen. En red mijn ziel en vergeet mijn zonde. Daar gaan we door. Heb je een bijbeltje? Heb je een bijbeltje? Heb je een bijbeltje? Mag je er eentje van hebben voor mij? Ja, nee. Ik zou het gaan lezen, want dan weet je wie Jezus is. Want mijn volk gaat gewoon nieuw door de brengen kennen. Ik zal het weer. Ik zal het tijdens dan lees niet weg voor. Ja? Nou, goed. Oké.